We hebben er weer een. Een prachtig driekamer appartement in het centrum van Drielanden. Op loopafstand, dus ideaal. Alles dicht bij handbereik. Dit keer niet met de bakfiets, maar gewoon met de benen. Want het appartement ligt op loopafstand van het wijkwinkelcentrum. Het betreft een royale driekamer hoekappartement gelegen op een derde verdieping in een kleinschalig appartementencomplex. In de nabije omgeving voldoende parkeergelegenheid. Het appartementencomplex is gebouwd in 2002, beschikt over een gezonde VVE en via deze gezamenlijke entree gaan we het appartementencomplex binnen. En dan komen we het appartementencomplex binnen met meteen aan weerskanten de brievenbussen. Maar we lopen door naar achter. Aan deze zijde bevindt zich de inpandige fietsenberging. Maar we gaan naar het appartement. Kunt u ervoor kiezen om met de trap te gaan, maar wij pakken de lift. We bevinden ons hier in de entree van het appartementencomplex. Hier bevinden zich drie appartementen. En we gaan nu naar binnen. Vanuit de portiek komen we binnen in de entreehal, waar zich meteen aan de achterzijde de inpandige berging bevindt. Hier bevinden zich de aansluitingen voor de wasmachine, droger en het opstelplaats van de cv-installatie. U ziet hier een ideale garderobenis, maar we lopen meteen door naar de woonkamer. En dan komen we binnen in de woonkamer. Een hele ruime zit met rondom heel veel licht. Achter de eetkamer bevindt zich de loggia. Deze loggia is vanuit de keuken te bereiken en het zit ideaal gesitueerd op een hoek. Vanuit het eetgedeelte lopen we door naar de L-vormige keuken. Het betreft een goed onderhouden, neutraal kleurige keuken, voorzien van een 4-pits gaskookplaat, een oven, magnetron, afzuigkap en een koelvriescombinatie. Vanuit de keuken is de ruime loggia te bereiken. Deze loggia is gesitueerd op het zuidwesten, wat betekent dat je een middag- en een avondzonnetje hebt. Je kunt hier dus heerlijk genieten met een glaasje wijn. En dan lopen we door naar de slaapkamers. Meteen hier aan mijn rechterzijde bevindt zich de wat kleinere slaapkamer. En dan hebben we hier de ouderslaapkamer. Het betreft een hele fijne, ruime slaapkamer, welke voldoende ruimte biedt voor een grote tweepersoonsbed en voor een hele grote opbergkast. Naast de slaapkamer bevindt zich recht tegenover de meterkast, maar we gaan hier naar de badkamer. De badkamer beschikt over een ruime inloopdouche en een vaste wastafelmeubel. Ziet u uzelf hier ook al wonen? Op loopafstand van het wijkwinkelcentrum van Drielanden. En met dit prachtige uitzicht over de woonwijk, neem dan contact met ons op voor het maken van een bezichtigingsafspraak.